De Tweede Kamer wil dat de Russische site Image Search wordt aangepakt. RTL Nieuws liet afgelopen zaterdag zien hoe pedofielen op die site kinderfoto's met elkaar uitwisselen. Ze kopiëren onschuldige foto's van bijvoorbeeld Facebook en zetten daar op Image Search seksuele teksten onder. Image Search doet zich voor als een normale site. Maar de titels van de fotoalbums laten zien dat het de mensen hier om seks met kinderen gaat. Er staat expliciete kinderporno op, maar ook onschuldige plaatjes, met eronder dit soort teksten. De politie liet ons weten dat ze de site kennen, maar ze krijgen al zoveel meldingen over kinderporno dat ze geen tijd hebben om in de gaten te houden wie deze site bezoekt. We zullen echt moeten kiezen, we kunnen niet alles. De Tweede Kamer snapt dat de politie druk is, maar... Ik vind wel dat het moet worden gekeken wat hier tegenwoordig kan worden gedaan. Behalve het CDA willen ook VVD, SP en PvdA, een meerderheid in de Tweede Kamer dus, dat de minister van Justitie hier opheldering over geeft. Maar ook de minister van Buitenlandse Zaken moet aan het werk. Blijkbaar is het een site die in Russisch beheer is, waar zieke geesten beelden van mensen zitten op te snorren en uiteindelijk daar kinderpornografisch materiaal tussen zetten. En ik zou graag willen weten wat Rusland daartegen onderneemt. De site bevat zeker 3 miljoen foto's van kinderen en krijgt elke maand 17 miljoen bezoeken. De politie in België en het meldpunt kinderporno daar zijn wel al met een onderzoek gestart naar de site.